Dominique Vijverberg, Stichting IZZ. En de rol van de bestuurder is belangrijk voor het gezond en veilig werken in de zorg. Maar er is meer aan de hand. Absoluut. Uh, eigenlijk zit je op drie niveaus uh, te schakelen. Uh, het is de teams waarbinnen het gesprek op gang komt. Zorg voor een veilige omgeving waarbij men daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaat. Uh, de structuur daartoe. Het is de teamleiders de vaardigheden bieden om dat gesprek goed te begeleiden... En dat is de aandacht voor de bestuurder en een stuk de content, het onderwerp erin te, te brengen uh, waarover je met elkaar gaat hebben. Die drie samen maakt dat je stappen verder komt. En die maken ook een gezond organisatieklimaat waarin mensen kunnen floreren. Klopt. Vanuit de dialoog die tot stand komt, op die drie niveaus, kun je de stappen gaan zetten, kun je richting oplossingen gaan denken. Dus het organisatieklimaat is niet alleen het erover praten... het is ook de ruimte hebben om daar daadwerkelijk eh, acties in te kunnen ondernemen eh, in de organisatie. Dus er sprake van een pilot eh, gezond en veilig werken. Nou, een pilot is eindig. Hoe gaat het nou verder? Ja, het is niet alleen een pilot, het is breder dan dat. Het is een onderzoek waarbij we ook controlegroepen hebben meegenomen. We hebben niet alleen willen toetsen in het veld, werkt dit? We hebben ook willen meten, hoe groot is dat effect ten opzichte van als je niets doet in de organisatie? Dat geeft ons zicht op, op resultaten. Uh, dat geeft ons ook zicht op de ervaringen. Hoe moeilijk, hoe makkelijk is het om dit in te voeren. Uh, die resultaten en die ervaringen delen we heel graag met het veld om te kijken of dit breder toegepast kan worden, uh, om overal dit soort resultaten te kunnen realiseren. Okay, en is het dus de bedoeling dat het uh, niet eindigt in mei uh, wanneer de resultaten gepresenteerd worden, maar dat het je verder gaat. Eens. Uh, maar dat zien we nu al. We zien dat de interesse bij de verschillende sectoren in de zorg aanwezig is. Uh, wat ik het mooie daarvan vind, is dat het niet enkelvoudig bij zorgorganisaties is, maar dat men dat breed deelt. Dat men binnen sectoren samen, mm, hè, verschillende zorgorganisaties samen willen optrekken om dit uh, ook in hun organisatie te gaan toepassen en te blijven vergelijken, blijven ervaringen uitwisselen. Dankjewel. Graag gedaan.